Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn veel producten zien van juli en augustus. Ik heb het bakje erbij gepakt. Ik weet niet eens precies meer wat er allemaal in zit, maar dat gaan we zo zelf zien. Maar ik ga je in ieder geval de producten laten zien die mij dus niet zijn bevallen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik zelf niet fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Als eerste heb ik van Catrice een Pore Instant Matte Sticks. En het is ook een soort serum. Hij ziet er zo uit. Dit is hem. Oh. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dit is een stick voor het gezicht. En die zou dus je gezicht mat maken. Maar ook je poriën licht verkleinen. Nou had ik een beetje een gaar exemplaar. Want die hele binnenkant die viel eraf. Ik kan hem ook niet echt omhoog of naar beneden draaien. Ik heb mezelf een poosje in de koelkast gehad. Zodat hij weer een beetje vast zit. Ik zal hem even swatchen. Maar hij is verder gewoon transparant. Dus dat zie je niet. Ik heb hem hier aangebracht. Maar dat zie je dus niet. Maar deze stick, nou mijn poriën verkleinen die sowieso niet, maar dat vind ik sowieso altijd een beetje lastig, want ja, doet dat een product echt, meestal blijf je het wel een beetje zien. En weet je, ik smeer er toch altijd foundation overheen, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Hij maakte mijn gezicht alleen totaal niet mat, want ik had hem aangebracht en ik bleef gewoon echt glimmen na het aanbrengen van deze stick. Dat viel me een beetje tegen, want ik had echt verwacht, nou, dan zal het er heel mooi mat uitzien, maar dat deed hij dus niet. Dus nee, ik vond deze stick zeker geen aanrader, want hij deed niet wat hij zou beloven te doen. Dus dat was wel een beetje jammer, dus nee, voor mij was dit geen toppertje. Even kijken hoor. Ja, dan heb ik een product uit de Hello Kitty Trend Editie van Essence. Dat was natuurlijk die prachtige collectie. En dat is de highlighter roll-on. Dat is deze. Deze heeft een naam. Hij had een naam. 01. Spread the Sunshine gekregen. Het is dus zo'n highlighter. Die kun je dus gewoon op je gezicht rollen. Ik vind de verpakking nog steeds echt fantastisch. Schattig met het Hello Kitty patroontje en die leuke strikjes erop. En dan heeft hij dus gewoon inderdaad zo'n roller waar je de highlighter mee kan aanbrengen. Nou ga ik hem even swatchen. Het jammer is, bij de swatch ziet hij er heel erg mooi uit. Dat viel me echt totaal niet tegen. Maar op mijn gezicht zie je hem gewoon bijna niet terug. Hier zie je hem. Hij is niet heel opvallend, maar je ziet hem wel. Maar op mijn gezicht zag ik hem totaal niet terugkomen. Dat vond ik echt heel erg jammer, want het zag er echt leuk uit. En omdat hij op de swatch best wel hoopvol was, had ik gehoopt dat het op mijn gezicht ook zo zou zijn. Maar helaas deed hij dat niet. Dus helaas vond ik deze geen aanrader, hoe schattig ik hem ook vind. Ik had er toch misschien wat meer verwachtingen van, wat je misschien niet moet hebben. Maar hey, hoop mag je soms hebben, maar hij maakte hem helaas niet waar. Dan heb ik van Kruidvat de Lifting Skin Prime & Mix Dry All Serum. En hier zit Lift Olificatif in. En dat is deze. Dit is dus een gezichtsserum. En hij zou ervoor zorgen dat je een onmiddellijk liftend effect en een gladdere huid zou krijgen. Je kunt hem dus op zich gebruiken, maar je kunt hem ook mengen met je foundation. Hij heeft dan dus zo'n pipetje. Kijk. Ik zal een beetje swatchen. Hij ruikt wel heel lekker. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Dit is hem dan. Hij is gewoon transparant. Maar ik zag niks gebeuren hoor. Mijn gezicht werd hier niet gladder van. Nou, een liftend gezicht al helemaal niet. Maar het was ook niet dat ik dacht van, yo, wat heb ik nou een glad gezicht. Het deed eigenlijk voor mijn huid niks. En ja, ik weet ook niet, misschien heb ik dan te veel verwachtingen. Maar het viel voor mij heel erg in het niets. Dus ik vond dit ja, een product wat veel belooft, maar eigenlijk niks doet voor je skin. Het heet ook echt lifting skin. Nou, ik zag er niks van gebeuren. Dus ik vond het geen aanrader helaas. Dan heb ik van Catrice een mascara en dit is de Curl It Volume & Curl Mascara en dat is deze. Ze hebben al vaker van dit soort mascara's uitgebracht natuurlijk. En dat is deze. Heeft de naam 010 Deep Black, gekregen en zou dus je wimpers meer volume geven en zelfs krul.
Nou, dan kom je al bij het borsteltje. Dit is zo'n borsteltje. Ik loop er zelf niet warm voor. Dit zijn van die borsteltjes met van die korte haartjes. Ik word er niet heel blij van. Ik heb hier heel vaak ruzie mee. Die dingen belanden 9 van de 10 keer in mijn oog. Omdat ik ze gewoon niet fijn vind. Dit zijn van die... ja, een soort van... ja, een beetje siliconen borsteltjes. Ik word er gewoon niet heel erg blij van. Mascara deed ook letterlijk niks voor mijn wimpers. Hij maakte ze zwart, maar ik kreeg geen krul. Ik had niet het idee dat ik ineens volume kreeg. En dat vond ik wel jammer. Want ja, normaal gesproken dan is het leuk, zeg maar, als het echt, echt wat doet. Maar ook deze deed dat niet. Ik moet zeggen, ik merk toch wel vaak dat ik mascara's die deze effecten beloven, heb die het dan toch niet waarmaken. Dus ik vond het zelf geen succes, helaas. Dan heb ik nog een mascara en dit is de Mighty Lashes Defined Volume Mascara. Die is van het Kruidvat. Dat is deze in de paarse verpakking. Deze mascara die belooft dus... ja, ik ga heel even de zaklamp pakken, want het is zo intens klein dat ik het niet kan lezen. Het is ook nog eens oranje. Ja, je zou hier een expressief volume van krijgen, maar hij zou je wimpers dus ook separeren, dus een beetje van elkaar scheiden. Ja, hij heeft de naam 010 Infinity Black gekregen. Kijk, dan hebben we ook weer dit borsteltje. En deze is van siliconen en ja, ook hier word ik dus niet blij van. Het doet niks voor je wimpers, weet je. Ik zag ook niet echt dat mijn wimpers van elkaar gescheiden werden. Maar ook die volume, er komt gewoon geen volume van af. Ze blijven net zo, ja, als hoe ze zijn. Het is niet dat ik ineens echt denk, ik heb wimpers. En dat mis ik gewoon heel erg. Het vind ik jammer dat deze dat ook helaas niet deed. Het was leuk geweest, maar ook deze vind ik geen aanrader helaas. Dan heb ik nog een product van Catrice. En dat is uit de limited editie Summer Obsessed. Dit is het Chloe Face Palette. Heeft de naam C01 Seaside Glow gekregen. Ik vind paletten er nog steeds heel mooi uitzien. Want hij heeft dus ook dit touwtje waardoor je hem open en dicht kunt doen. En ja, het is dus een shimmering gezichtspalette. Als je hem dan openmaakt, staat hier een tekstje in. Dan heb je hier 3 producten. Nou, ik zal ze gelijk swatchen. Ze hebben de namen Sunclusive, Sun Obsessed en Suntorini gekregen. Maar, ik ga ze swatchen. Kijk, deze 2 kleuren zijn nog wel een soort van glowy. Deze totaal niet. Dus die zou je eerder als een bronzer gebruiken. Als ik zo in de poeder zelf kijk, zie ik dus wel dat glittertje zitten. Maar die komt niet uit op je gezicht. Maar op je gezicht zie je ook heel weinig van die glow. Ik vond dan het pigment niet zo heel erg goed. Ik vond deze kleur, die vond ik gewoon te overheersend. Het komt gewoon niet mooi terug op je gezicht. Of het is te donker dat je het niet mooi kunt uitblenden. Dus het viel me eigenlijk een beetje tegen. Want normaal gesproken, ja, ik zie het dan een beetje ook als highlighter. Hè? Dus je brengt een beetje als highlighter aan. Maar nee, die glow die bleef heel erg achter. En dat viel me toch wel heel erg tegen. Ik had misschien ook wel meer verwachtingen van dit paletten. Maar die werden helaas ook niet waargemaakt. Dus nee, deze vond ik helaas ook niet fijn. Wat ik heel erg jammer vond, want ik vond het heel erg leuk ook om dit palet te proberen. Omdat hij er dan heel mooi uitziet, maar de producten vallen dan toch tegen. Dan heb ik van Essence nog 2 producten uit de It's Bubblegum Fun collectie. En ik heb allereerst de Mattifying Stone Roller, dat is dus deze. Hij heeft de naam 01 Double Bubble gekregen. Nou, dit is dus zo'n steen, hè, daar kun je mee over je gezicht gaan. Hij heeft een vrij klein formaatje, want dit is hem. En dan, kijk, heb je hier gewoon de steen waarmee je dus over je gezicht kunt rollen. Maar er zit dus ook een extra steen bij. Kijk, die zit hier aan de onderkant. Dus je kunt hem vervangen. Maar ik ging hiermee over mijn gezicht heen en die steen die maakte mijn gezicht totaal niet mat. Het is de bedoeling dat hij dus olie absorbeert en dat je daarna een hele matte tint krijgt. Fijn als je make-up wil gebruiken, maar ja, wil je liever geen...
make-up gebruiken, is het ook fijn als het er een beetje matterend uitziet. Maar die steen die deed gewoon niks. Die nam het gewoon niet goed op. En ik heb vaker van dit soort stenen geprobeerd die dan gewoon echt beter waren. En deze deed eigenlijk voor mijn gezicht helaas niks. Dus die viel heel erg tegen helaas. En dat gold eigenlijk ook voor de highlighter. Die ziet er nog steeds prachtig uit, vind ik. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij heeft de naam 01 Bubblegum Testic gekregen. En het is dan gewoon een highlighter. Hier komt het product uit. En ik zal hem een beetje swatchen. En dan is het weer zo jammer. Want die swatch die lijkt dan echt heel erg hoopvol. Oh, even goed het dopje erop. Kijk, want dit is hem. De swatch hier. Als ik hem een beetje uitsmeer, zie je een hele mooie glow ontstaan. Maar op mijn gezicht gebeurde er letterlijk niks met die glow. Je zag het niet terug. Het viel helemaal weg. Op mijn gezicht deed die glow niks. Dat was wel jammer, want ik vond hem dus inderdaad met swatchen heel erg mooi. Maar op mijn gezicht deed hij niks. Dus nee, helaas viel deze ook voor mij niet in de smaak. En dan ben ik ook toe aan de twee laatste producten. Deze komen uit de Limited Edition Generation Joy van Catrice. En dit zijn de gekleurde mascara's. Het zijn deze. Ik heb ze in de kleuren 01 Real Rosewood. Dat is deze. En 02 C02 Blue. Dat is dus een blauwe variant. Het zijn dus gewoon gekleurde mascara's. Ze beloven verder geen volume of wat. Maar het zijn gewoon gekleurde mascara's wat een leuk effect kan geven. Dit borsteltje vind ik dan wel heel fijn om te zien. Kijk, het is gewoon echt zo'n borsteltje waar ik heel blij van word. Alleen die kleuren die deden niks. Misschien zal ik een beetje zwartje zo. Dat je even de kleur kan zien. Ik ben gewoon iets aan zo. Het doet wel onwijs zeer op je hand. Deze zag je echt ook bijna niet terug op je wimpers. Dat was echt heel erg jammer. Maar dat gold eigenlijk ook voor die blauwe. En ik zal hier ook even het kwastje van laten zien. Zodat je even kunt zien qua intens, hoe intens het eruit ziet. Maar die intensiteit die krijg je dus niet terug op je wimpers. Want je ziet het niet. Ik heb ze dus even geswatcht. Kijk. Hier naast elkaar. Maar die kleur komt op je wimpers. Zie je gewoon bijna niet. Je ziet gewoon echt die kleur bijna niet. En dan denk ik van ja. Weet je, dan vind ik het leuk als je gekleurde mascara's uitbrengt. Maar als de pigmentatie zo slecht is. Daar heb je dan gewoon niks aan. Dus dat was gewoon heel erg jammer. Dat het niet de kleuren bood waarvan je misschien had gehoopt. Dus ook deze twee vond ik helaas toch heel erg tegenvallen. Dan waren dit mijn veel producten van juli en augustus. Ik vind het altijd jammer natuurlijk. Als er producten bij zijn die ik niet fijn voel. Maar ja, het hoort er ook wel een beetje bij. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij een van deze producten had geprobeerd. En omdat jij misschien wel enthousiast was van deze producten. Of dat je misschien wel blij bent dat je ze uiteindelijk niet gekocht hebt. Misschien ben je alsnog wel van plan om een van deze producten uit te proberen. Laat het zeker gewoon even weten in de comments. Omdat er veel limited editie en trend edities bij zitten. Denk ik dat die al bijna niet meer te koop zullen zijn. Of misschien nog op internet. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!